Op het moment dat ik naar Excelsior werd gestuurd, wou ik niet meer voetballen. Wou ik al stoppen. Serieus? Dus. Stel je was gestopt, dat man, zei ik bro. ook. Ik zei ook. Stel je Ja, was ja. Nee, gestopt. maar mijn moeder was daar. Ze zei van. Maar wat denk jij dat je gaat doen dan? Je weet toch? Dus ik zei Ja. van nee. Maar ja, ik speelde een bandje. Ik was gewoon elke dag buiten. Jij Je weet bent je toch? gewoon, joh. Ja, Ja. alles. Ik deed alles, je weet toch? Dus voor mij was het zo van les Kaboela dan. Maar weet je wat? boy. Ik Ja. moet weg van. Wat Feyenoord was mijn leven, begrijp je? Snap Dus op het ik. moment dat ik weg van Feyenoord moest, dacht ik van. Jullie kunnen allemaal de ballen Ja, krijgen. zeker. Ik zie jullie. Begrijp je? Zei mijn moeder, nou, bro, ben je nou gewoon een jaartje bij Excelsior? Misschien ga je het wel leuk vinden, dit, dat. Dus in het begin, eerste twee maanden, ja, werd ik ook 2 weken geschorst. Omdat ik kwam, zeg maar, niet opdagen op 2 trainingen. En ik was naar Amsterdam gegaan met vrienden, kwam ik niet terug. En dat had mijn moeder dus gewoon, om me te zarren, had ze dat verteld aan die Marco van Lochem, aan de Ja. trainer. Dus die wist wat ik had gedaan. Ja. En toen kreeg ik alsnog daar straf voor, weet je toch? Ja. Maar mijn Broer, moeder ja, man. had me ook kunnen dekken voor de stereotype moeder van. Weet je toch, die zeg maar niet de fouten van de zoon toegeeft, begrijp je? Hij heeft En ze wel gered daar, man. Ja. doordat ze dat had gedaan, heeft hij mij zeg maar 2 weken laten trainen in mijn eigen trainingspak en dat soort dingen. Dus ik mocht zeg maar niet het Excelsior gear aan. Ik moest gewoon trainen in mijn eigen trainingspak, zelf komen, ik mocht geen wedstrijden spelen. Daarna dacht ik van, vriend, je houdt er niet van als mensen je zo commanderen iedere keer. Voetbal gewoon, je weet toch, voetbal gewoon. Ging gewoon daar spelen. Op een gegeven moment begon het weer leuk te worden. Ja. Het begon leuk te worden omdat we speelden in de competitie tegen Ajax, AZ, Feyenoord. En dan gingen iedereen slopen. Ja, Als Rotterdam wij sprak hoor. Ik hoorde alles, gingen man. iedereen slopen als Ja. Excelsior, begrijp je? Dus iedereen dacht van, hé, wat is met die Excelsior B1 gebeurd? Je weet toch? Wat is er gebeurd? Iets klopt niet. Ze beginnen ineens iedereen te klaren. We gingen iedereen slopen. Toen begon ik het weer even lekker te vinden. Je weet toch, om het feit dat. Je kreeg ook weer die power toch van ai. Maar. Je toch? Onze kwaliteit werd ook gewoon beloond. Snap je? Om Ja. het feit dat daar waren meerdere jongens van Feyenoord op dat moment eventjes aan de kant gezet. Terwijl ze beter waren dan jongens die daar zeg maar nog Ja. speelden in de jeugd. Je toch? Voel je, ik En wij voel je. lieten dat gewoon zien in die competitie. Op het Nice. veld. Ja. Dus al die jongens die daar nog bij Feyenoord speelden, hun stonden vierde, vijfde. En wij stonden gewoon boven hun in de competitie. Je toch? Wij deden gewoon mee om de bovenste plekken met Ajax. Dope man, dope. En als Excelsior zijnde is dat echt een gekke Ik, prestatie, Luigi man. Bruins, Levi Marengo. Ja, over Levi heb ik ook veel gehoord, man. Gekke Levi. buitenspeler, Hij man. heeft echt een mooi verhaal. Weet toch? Ja. Echt jammer dat hij zeg maar niet echt door is gebroken, maar dat is een neef van mij. En die gozer jongen, die kon voetballen, jongen. Ja, want Die kan nog steeds voetballen, hij hoor. is ook toen naar Feyenoord gegaan met jou, toch of niet? Hij is dat jaar daarvoor gegaan. Of dat jaar daarvoor al? Hij was ook daarvoor was hij ook bij Feyenoord. Maar hij is dat jaar daarvoor gegaan. Oké, Na oké. die seizoen van die B1 is hij Ja. gegaan. Ik ben toen nog een jaartje A1 bij Excelsior gaan doen. Oké. Dus je bent als tweedejaars A ben je weer terug naar. Als tweedejaars A ben ik weer terug naar Feyenoord gegaan. Dus dat.